Woonsteden heeft mij gevraagd om hier een verhaal te komen doen, omdat ik ervaringsdeskundige ben. En daarnaast vind ik het verhaal natuurlijk ook heel belangrijk, omdat het over mensen gaat. En ik vind het natuurlijk ook leuk om hier te zijn. Ik wil u meenemen naar het volgende voorval. Afgelopen week was ik bij iemand thuis. Er was een klacht ingediend en de klacht ging over een zwaar vervuilde tuin. Deze meneer die deed zijn verhaal en kwam eigenlijk naar boven dat deze meneer ernstige gezondheidsproblemen had en daarom niet meer in staat was om zijn tuin te onderhouden. Eigenlijk wat de boventoon voerde van het gesprek was eigenlijk de teleurstelling van deze meneer, omdat hij door niemand was benaderd. Niemand was naar hem toegekomen om te vragen wat er aan de hand was. Deze meneer woonde er al 14 jaar en had nog nooit overlast veroorzaakt. Dit is een modelvoorbeeld. 80% van de ingediende klachten zijn vergelijkbaar. Ik kan ook andere voorbeelden noemen. Bewoners in appartementen die klagen omdat ze de buren horen. De schoenen worden niet uitgedaan. Deuren worden te hard dichtgegooid of tegenwoordig worden we ook ingeschakeld bij spelende kinderen op de galerij. Met het verzoek of wij de ouders willen aanspreken omdat de kinderen binnen moeten spelen. Of het fijnste zou zijn als we vragen of ze eerder naar bed kunnen. Ja, wat gebeurt hier nou allemaal? Laten we er samen eens naar kijken. We hebben oorzaak en gevolg. En dit is duidelijk een gevolg. Mensen komen er samen niet meer uit en schakelen woonsteden in. Wij zijn de derde partij. En dat is natuurlijk prima, want als mensen er niet meer uitkomen, komen wij erbij om het probleem op te lossen. Maar de kerntaak van woonsteden is eigenlijk zware problematiek. Denk aan verslavingsproblematiek, psychische nood, woonfraude, illegale huur, prostitutie, henneplantages, noem maar op. En nu worden we eigenlijk sterk aangestuurd door alle ingediende klachten, waarbij de boventoon ligt op communicatie. Hoe spreken we elkaar aan? En af en toe heb ik gewoon heel sterk het vermoeden dat mensen niet meer weten hoe ze met elkaar moeten praten. Ze zoeken elkaar soms geen eens meer op. En dan wil ik eigenlijk al gelijk naar de afronding van mijn verhaal. Want ik heb het gehad eigenlijk over de gevolg. Terwijl het belangrijk is om naar de oorzaak te kijken. En de oorzaak, daar hebben we eigenlijk geen invloed op. De gevolgen komen op het bordje van woonsteden, gemeente, politie. Maar de oorzaak is het belangrijkste. En de oorzaak is factor mens. Dat ben ik, dat bent u en dat zijn we allemaal. En als we dan kijken naar het thema van vandaag, dan is het samenleven in Ede. Of veranderen doen we samen. En hoe doen we dat dan? En dan wil ik eigenlijk de uitspraak van professor David Pinto aanhalen. En die zegt, of eigenlijk vraagt, wat verbindt ons? En die vraag leg ik dan eigenlijk ook neer hier. Wat verbindt ons? Ofwel, laten we samen eens meer kijken naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Dus daar eindig ik mijn verhaal. Dank u wel. Ellen, dank je wel.